Meestal denk ik ga gewoon even en dan fiets ik langs en dan sta ik ergens in rij 20. Dus dan zie ik niks. Dus vandaag iets op tijd gegaan en hopelijk kunnen we straks nog iets zien. Dit moet je eens een keer live meemaken. Nou, en we hadden vanmiddag geen kleinkinderoppas, dus we hebben de stoute schoenen aangetrokken om er het ritje naar Amsterdam gemaakt. En ook op het water van de Amstel en de Prinsengracht was het dringen voor de beste plekken. Deze plek is net niet goed genoeg, want we hadden net iets eerder moeten vertrekken. Dan hadden we vooraan gelegen natuurlijk, maar het is wel heel gezellig hier. Ik heb een vriendje die ligt daar en die ligt met zijn boot hier, dus ik dacht, we werden uitgenodigd om naar huis te komen kijken. Je was al vooruitgestuurd om de beste plek te bemachtigen. Dat is erg handig, hè? Ja. Het is bijna een soort festivalletje, een beetje de naweeën van Koningsdag. We hebben een coolboxje met wat drinken. We hebben dus net pizza gehaald en dat gaan we lekker oppeuzelen. En die gezelligheid vinden we ook in een van de grachtenpanden met uitzicht, waar zich een bond gezelschap verzameld heeft voor de borrel in afwachting van het concert. Er komen mensen uit Delft, uit Rotterdam, Breda, overal vandaan. Het is eigenlijk een hele belangrijke dag voor mij. Ik neem ook morgen een dag vrij van mijn werk om dit altijd met mijn vrienden te blijven vieren. Dat is echt, daar word ik heel emotioneel van als ik dat mag vertellen aan iedereen. Beschikt u nou niet over een mooi balkon of een boot en heeft u geen uren de tijd, dan is er toch ook voor u een oplossing. En die is verkrijgbaar bij de Betere Bouwmarkt. Heel relaxed. Eerst een borreltje ergens, toen lekker gegeten en rustig hier naartoe gestiefeld een klein uurtje geleden. Dus met zo'n ladder bij je hoef je je geen zorgen te maken? Never.